gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dinja. Ik zit hier met mijn broertje en mijn moeder in de auto. En ja, ik ga nu naar het ziekenhuis, want mijn gips mag eraf. En daar ben ik echt heel blij mee, want het jeukt eronder, zegt echt niet normaal. En ja, gisteren heb ik al een beetje te veel gedaan, denk ik. Alleen tip, als je iets gedaan hebt, ga niet gelijk heel veel doen. Je wordt er echt voor afgestraft. We gaan nu naar het ziekenhuis. We zitten nu in een soort van karretje, maar we zijn om te lopen. Het is echt heel grappig. Hebben we het al keer eerder gedaan? Elke keer als wij er zijn, rijdt hij net weg. En nu waren we in Brussel en ik zeg tegen mijn moeder, stond daar en zeg, we kunnen er precies bij, want ik heb een raam. We zijn nu in het ziekenhuis en wachten. En ik heb net al gehoord dat ze uitlopen, want het is nu al 11 uur. Meestal volgens mij al, of niet? Nee, ik moet nog 11 uur worden. We zitten nu dus in de wachtruimte van de gipskamer. Wachten. Ja. Ze gaan nu mijn gips afhalen. Ik ben blij dat ik mag filmen. Maar het kost Gaat goed? Ja. Ja. Oké. Daar ben ik ook. Wat zei je? Ik vond het fijn hoor, als ik nu al. Ja, ik maken. Ja, ik heb een beetje zo'n fijn hier. Ja, nou, hoe voelt het? Ja, dat is natuurlijk. En dan is het een pijnlijke pols. Ja, het is wel pijnlijk. Ja, wat was het pijnlijk? Ja, ik heb een twee grip gekregen en dan kan je gewoon afdoen als een kous die ik dan onder doe. Ja, dat. Ook als film. Oma, lekker shoppen. We zijn nu in het jeugdcentrum in Zwijndrecht. We zijn met mijn oma, mijn broertje en mijn moeder. En ik weet niet waar we heen gaan. Maar we gaan even lekker shoppen. We gaan nu naar de Coolcut. We zijn het ook al bij Hip Maaskers en daar heb ik dit pak en nog veel meer. Want Fabio heeft nog een shitgoed, gaat hij nu halen bij de Coolcut. Dus let's go. Kijk, Coolcut. Lekker shoppen. Ze hebben echt hele leuke dingen zoals dit. En Sux zit in alle verschillende kleuren. Echt zo leuk. Maar we zijn hier echt voor Fabio. Nou, we komen net van de Coolcut. Fabio, ben je geslaagd? Ja. Nou, mooi zo. En we gaan nu weer naar huis. Nee, naar oma's ja, huis. Ja, dat bedoel ik. Naar oma's huis, want ik moet nog eten. En ik moet nog wegen. Ja, want? Voor de nieuwe kijkers. Omdat ik nog moet wegen. Ja, maar waarom? Zeg ik lekker niet. Moet ik zeggen? 37 vaartjes. Ja, dan is een maagverkleining en dan word je slank, toch? Zeg ik het zo goed? Dat hopen we wel, ja. Dus daarom gaan we, als we bij oma zijn, wegen. Nou, bij mama. Oké, Fabio en ik gaan nu even de spullen laten zien van wat we gekocht hebben in de beginter. Oké. Nou, als ik wat die aan heb. Met een broek en dit shirt. En? Ik heb dit shirt. Deze. Waar heb je die gekocht? Coolcut. En wat je aan hebt, waar heb je dat gekocht? Weet ik niet.
hippe maatjes. En die is weer van de... Koket. Okay, ik heb dit pak en deze is van de hippe maatjes. Ho ho, ga staan. Waar zijn die hippe maatjes dan? Vader, ga ik voor even kleding voor je halen. Deze is van Nick en ik, ook bij Hippe Maatjes gekocht. Met hele schattige ijsjes. Oh, trouwens. Deze is ook nog van mij. Ja. Deze boek. Ook van Hippe Maatjes, hè? Ja. En nog deze boek. Zo. En dan nog deze broek. Rem eens op. Dus wij zijn goed geslaagd. En misschien zien we het zo zitten. Dat komt, kijk. Helemaal onder de uitslag. En hier ook. Door het gips of door dat... Door dit ding. In ieder geval heel irritant. Klaar. Ik zal ook nog even de link van Hippe Maatjes hieronder in de beschrijving zetten. Zodat jullie kunnen kijken op de website. Wil iemand aandacht voor je? Dingen. Nu wil er een aandacht voor je. Oh. Ah. Lekker geluid, Joep. Ik ga nu een stuk TV kijken samen met mijn moeder. Dag, ik hoop jullie ook. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei!